zat dat al in jou als klein ventje? Ja, ik ben zo geboren. Daar ben ik van overtuigd. Op mijn 6e wist ik het, dat het voor mij iets ging zijn. Dat ik daar moest staan. En je ouders ook? Ja, die hebben dat natuurlijk. Dat is een grappig ventje, daar bleef het bij. Maar ja, ik was roodharig, dus ik moest heel mondig zijn in de wereld. Mm-hmm. Omdat ik wel, alle nadelen van roodharig die zijn, heb ik ook meegemaakt. Maar dan word ik mondig door. En dan voelde ik heel snel, als kind al, humor is een sleutel om ook iemand te... even in zijn hem te zetten. Mm-hmm. En dat heb ik heel vaak gedaan. Heel vaak. Volwassenen. Echt, ik was 10 jaar en ik keek omhoog en ik zei, baf. Dus ja, ik heb dat in mij. Ik heb dat geërfd, denk ik.